vrijtijdsmanagement. En nou, ik probeer gewoon zoveel mogelijk naast mijn studie te doen om extra ervaring op te kunnen doen. Het werkveld vooral. Vandaag vindt hier het eerste ondernemerscongres. Het is een samenwerking tussen het stadsdeel aan de ene kant, Stadsdeel West, en de studenten van Inholland en vrijtijdsmanagement aan de andere kant. We zijn hier de afgelopen 4 maanden mee bezig geweest. En uiteindelijk is vandaag de grand finale. Willen we echt alle ondernemers uit Amsterdam-West gewoon wat extra kennis meegeven en kennis met elkaar laten maken. We zijn gewoon begonnen met brainstorm-sessies. Vanaf dat moment zijn we gewoon echt een beetje de taken gaan verdelen. Bedenk aan het opstellen van een draaiboek, een heel financieel plan hebben we opgesteld. Een sponsorplan hebben we opgesteld en een communicatieplan. Hoe gaan we de ondernemer benaderen? Ja, de samenwerking is natuurlijk voor beide partijen was het nieuw. Het is net als een relatie. Hè? Je moet een beetje elkaar snuffelen en je moet elkaar een beetje leren kennen. En dat ging eigenlijk heel prettig. We hadden regelmatig bijeenkomsten waarbij de studenten een update gaven van zo ziet de programmering eruit, zo ziet de begroting eruit. En liepen eigenlijk alle facetten van de bijeenkomst na. Waarbij wij dan weer feedback gaven en input gaven van dat is goed, dat kan beter, dat moet anders. Het begint dan zeg maar zo. En op het eind heb je natuurlijk een heel mooi programma klaar liggen. Je moet wel bedenken dat dit echt een melting pot is. En daarin is het ook heel leuk om voor die mensen die in principe 24/7 met hun eigen onderneming bezig zijn, ook weer wat verder te laten kijken, zodat ze ook in contact komen met ondernemers uit de buurt. Echt ondernemer van mij moet voldoen aan doorzettingsvermogen. Je moet initiatief kunnen nemen, maar ook vindingrijk zijn. En ik heb gewoon het idee van je moet gewoon nooit ophouden totdat je voordat je voor elkaar moet krijgen. Dat is voor mij waar een ondernemer aan moet voldoen. Zodra deze bijeenkomst is afgerond, gaan wij de samenwerking zeker continueren. Die bevalt eigenlijk uitstekend tot zover.